Nou, goedemorgen. Toch nog wat mensen erbij. Dat is wel fijn. Ik was even een beetje bang dat het in het water ging vallen. Nou, allemaal welkom. Fijn dat u even tijd neemt om te luisteren. Ik hoop dat er ook wat kijkers zijn die kijken en luisteren. Die kunnen natuurlijk niet heel goed de geluidinstallatie horen die we hier nu neer hebben gezet. Maar u wel. En ik ben benieuwd wat u ervan vindt, wat van vond. We hebben ook schermen opgehangen. Een beamer, die hadden we natuurlijk al. Alleen we hebben nu een andere kwaliteit beamer neergezet. Waardoor dat beeld, dat hebben jullie al gezien, veel beter is. We hebben daar een klein scherm. Het is een 75 inch scherm opgehangen. In februari, ik weet niet of u het nog weet, toen hebben we een keer een ogentest gedaan. En toen kwamen we erop uit dat met 75 inch, dus dat grote scherm, zou het goed te zien moeten zijn. Van achteruit de kerk. Dat was op het randje. Ik zie Jan kijken. Het was op het randje, ik geef het toe. Maar ja, en dan is het de kostoverweging. Want als je één slagje weer groter gaat, dan ben je in één keer weer twee keer zoveel geld kwijt. Dus het was, kijken binnen het budget, wat is er mogelijk. De beamer hebben we niet in eerste instantie gelijk afgeschreven. Want tegenwoordig zijn beamers veel beter als die we daar hebben hangen. Dan komt hij. Ja, daar is hij. Oké, nou, excuses. Wat zullen we zeggen? Even kort wat vertellen, introductie. We gaan wat luisteren, we gaan wat bekijken, iets over verlichting vertellen. En we zitten met nog wat dilemma's. Volgende sheet. Korte introductie. Ja, oké, volgende sheet. Nou, wat hebben wij hier? We hebben een geweldig gebouw. Een geweldige kerkzaal, geweldige nevenruimtes. Het is allemaal top. We kunnen hier bidden, we kunnen prijzen, we kunnen stil zijn, we kunnen zingen. We kunnen rouwen en trouwen, heel belangrijk. En die twee wil ik wel extra benoemen. Dat zijn hele belangrijke momenten in de mensen leven. En ja, dan is het ook gewoon fijn als er mooi beeld is, als er mooi geluid is, om dat een extra lading mee te geven. En je zou kunnen zeggen dat we dat een klein beetje missen in deze kerkzaal. Ook mensen die op afstand, zeker in deze coronatijd, mee willen kijken met een dienst. Die mogelijkheid die hadden we ook niet. Vandaar dat er begin van het, of eind vorig jaar eigenlijk al een opdracht gegeven is aan een groep mensen. Ga daar nou eens naar kijken. Mag ik de volgende sheet? Ja, beleven, bidden, trouwen. Wie zat er allemaal in die commissie? Toch even kort de mensen benoemen. Volgende. Wie zit er allemaal in die commissie? Nou, we hebben een commissie samengesteld die bestond uit een gemêleerd gezelschap van jonge mensen, middelbare leeftijd, wat hogere leeftijd, mannen en vrouwen. Eigenlijk een goed representatief beeld van onze gemeente, zou je kunnen zeggen. Ik moet Cor van Reden daar even extra bij benoemen, want Cor heeft dit team samengesteld. Cor is er ergens in maart mee gestopt. Het goede was wel dat we daar twee nieuwe leden bij kregen. Jart en Peter de Waal. Het is een geweldig team. Daar hebben we heel veel mee gesproken. Heel veel varianten bekeken. Mag ik naar de volgende? Genoeg over het team. Hoe hebben we het aangepakt? Volgende. De opdracht was, kom nou met voorstellen voor beeld en geluid en zorg ervoor dat die kerkzaal niet geweld aangedaan wordt. Nou, waar kun je dan aan denken? Misschien overal schermen. Het moet mooi zijn. Het moet passen bij de kerk. Het moet wel een kerkzaal blijven. Maar hij mag wel iets multifunctioneler worden qua gebruik. Ook eens wat andere. Ik had het net op die eerdere sheet al staan. Een gospelkoor, zoals Ronald heeft georganiseerd. Straks heb ik er wel een fotootje van. Dat was niet zomaar zoiets organiseren. Dat was op vrijdag kwam er al een vrachtwagen voorrijden met allemaal geluidsspullen, met licht, met weet ik het allemaal. Dat was gigantisch. En eigenlijk wil je dat soort avonden wel wat makkelijker kunnen uitvoeren. Nou, we hopen dat we dat bereikt hebben. Ja. Nou, ik zal jullie niet vermoeien met hoe we het precies hebben aangepakt, maar we zijn begonnen. Wat opgedeeld in groepjes. We hebben proefopstellingen gemaakt. Dat weet iedereen nog wel. In februari stond er hier. Werd er geschoven met van alles en nog wat. We zijn eigenlijk nog steeds met proefstellingen bezig.
dit podium is neergezet, tijdelijk, om eens te kijken van wat is het effect ervan. Toen kwam corona en eigenlijk was dat, nou ja, voor ons ook wel een zegen. Nou ja, dat kun je niet zeggen natuurlijk, maar het bood wel opeens allerlei mogelijkheden om dingen te gaan uitproberen, om te gaan onderzoeken. Want eigenlijk was onze planning om het wat op een langere baan nog uit te voeren. Toen konden we dus een programma van eisen, wat willen wij nou eigenlijk opstellen? Dat hebben we gedaan, dat hebben we naar 3 verschillende leveranciers gestuurd. Daar kwamen voorstellen uit en die waren allemaal verschillend. De een zag het zus, de ander zag het zo. Oké, zeiden wij, dat hebben we bekeken, kritisch bekeken. Ook gekeken naar wat hebben we aan middelen beschikbaar, wat is reëel. En toen hebben we gezegd, oké, we hebben dat voorgesteld, gedeeld met de kerkraad. En gezegd, dit is wat we eigenlijk willen, krijgen we groen licht. Krijgen we budget daarvoor. Nou, daar is een gedeelte van het budget voor beschikbaar gesteld. En toen konden we verder gaan met die leveranciers en hebben we een document opgesteld. Nou, dit is wat we willen, hier mag u op aanbieden en komt u maar met uw voorstel. Op basis daarvan hebben we offertes binnengekregen en uiteindelijk een keuze gemaakt voor een partij Rally Sound uit Goes. Die bood wat wij denken nodig te hebben. En tegen een goede prijs die past binnen ons budget. We hadden heel veel issues wel en overwegingen. Ik noem maar een paar. Hè. Als je natuurlijk die ruimte wat multifunctioneler wil gaan gebruiken, ja, dan zit je wel, een preekstoel is dan eigenlijk wel een sta in de weg. Tijdens de uitzendingen zagen we natuurlijk al, ja, waar gaan we nou zangers neerzetten, zodat we toch makkelijk de zaak in beeld kunnen brengen op een goede manier. We liepen tegen licht aan. Hè. Licht komt hier prachtig vanaf de zijkant. Maar ja, het is wel veel licht soms. En dat is wel eens jammer. Waar zet je de camera's neer? Daar hebben we mee geëxperimenteerd. Iedereen die de diensten heeft bekeken, die af en toe met kromme tenen heeft gezeten, excuses ervoor, er ging heel veel mis. Maar we hebben er ook wel veel van geleerd. En gaandeweg, langzaamaan, zouden we dan nu naar het ideale plaatje toe moeten. Ja? We gaan eerst even een stukje luisteren. En ik dacht, moet ik even kijken. Ik kan dat vanaf mijn telefoon starten. En dit heet Lord, Listen to Your Children. Heeft u een beetje een indruk van hoe het geluid klinkt? U heeft ook kunnen horen vanochtend hoe de spraak klinkt. Was het allemaal een beetje verstaanbaar wat Jan vertelde? Ik hoop het. Niet? Die zegt het nee. Was goed verstaanbaar. Was... Ook van de zangers, we kwamen ook wat meer door. We hebben natuurlijk een hele tijd zitten schipperen eigenlijk met de oude installatie nog voor de spraak. Dat koppelen we erin toen we weer live uitzendingen konden maken. En voor muziek hadden we een Bose boxje staan. Nou, het klonk op zich ook niet slecht, maar dat was wel schipperen om dat steeds over te schakelen en om dat volume goed te krijgen. Nu hebben we 1 installatie voor zowel spraak als voor muziek. Dus dat zou eigenlijk allemaal opgelost moeten zijn. Ik ga nog even door, want ik zie al mensen die denken, ja, dit gaat mij allemaal te lang duren. Ik heb het geluid gehoord. Piet, wil jij de PowerPoint weer even erbij pakken? Ja, volgende sheet, graag. Want we gaan nu even kijken, even naar wat dingen kijken, zoals wij dat vanuit de BGV-commissie hebben gezien. Volgende. Kijk, dit is onze kerkzaal. Ergens in februari was er een doopdienst. En, nou ja, die is van achteruit genomen. Je ziet, we hadden nog geen schermen. Het was natuurlijk leuk geweest als dat kind gedoopt wordt, dat je dat in beeld krijgt en dat je dan mee kunt kijken. Nou, dat kan met de nieuwe installatie, kan dat sowieso. Maar wat ook opvalt is de verlichting.
En ik heb wel eens een beetje oneerbiedig gezegd, het is net alsof je bij de Lidl binnenkomt als je onze kerk binnenloopt. Dus qua sfeerverlichting, en het is natuurlijk verlichting die al aangebracht is in de jaren 60, en dat is toen een goede keuze geweest, maar qua sfeer is daar wel wat mee te doen. Mag ik de volgende? Kijk, als je naar beamers gaat kijken, waar hang je ze op? Hoe groot moeten ze worden? Hier zie je een paar verschillende posities. Daarnet had je twee schermen, je kunt naar drie schermen toe, je kunt ook nog naar vier schermen toe. Maar wij als commissie vonden het dan toch wel een hele circus worden aan schermen die dan oplichten. En maar goed, het is een keuze. Straks mag u er iets van vinden. Hoeveel schermen we zouden op moeten hangen, heeft ook een kostenplaatje. Kijk, rechts zie je een iets kleiner scherm opgehangen nu. En met de teksten. Kijk, dit scherm, het nadeel van dit scherm is, het hangt voor een heel groot gedeelte voor het orgel. En dat is ook weer jammer. Maar je zou wel met een groter scherm, groter dan dat, en eigenlijk ook met een beamer scherm kunnen werken. En naar 95 inch ongeveer, dat is 75, 95 inch. Het scherm wat we hier hebben is 120 inch. Dus kleiner, dat je toch het orgel in beeld hebt. En toch ook de teksten goed leesbaar houdt. Want daar zit natuurlijk een probleem. Het moet achterin goed leesbaar zijn. Jan zei altijd, ja, maar de onderste regel kunnen we niet lezen bij dit scherm. Dat klopt. Dus dat zou je ook oplossen met een wat hoger geplaatst scherm. Dan zou dit scherm zelfs kunnen blijven hangen en met een ander scherm erachter, bij wijze van spreken, wat er gewoon achter verdwijnt, zou je dat kunnen tonen. Mag ik de volgende dia? Dus dit is over schermen. Kijk, dit was het concert en dat wil je eigenlijk heel, nou ja, hoe mooi zou het zijn, zeg ik dan maar even, als je jongelui naar deze kerkzaal kunt trekken, tussen aanhalingstekens, al is het één keer in de maand, dan is het één keer in de twee maanden. En ze kunnen hier een mooie prezenavond organiseren. En dat is iets wat zou moeten kunnen groeien. Maar dan wil je dat ook makkelijk kunnen opzetten, zoiets. Zonder dat dat een hele heisa, zonder dat dat een vrachtwagen aan spullen naar binnen moet. Maar dat je dat toch vrij snel, met kwalitatief goed geluid en met mooie beelden erbij. Want dat speelt dan natuurlijk ook altijd wel ook een rol. Oké. Okay. Hier zie je het koor, dat was ook zo'n dilemma. Het koor moest optreden, of ja, de kantorij zou optreden. En je ziet ze hier staan, en je ziet ze gericht staan eigenlijk ja, naar de zijkant en niet naar het publiek. Dus de ruimte die we hier gecreëerd hebben, ja, die biedt ook een mogelijkheid om er hier een koor neer te zetten. Die een muzikale bijdrage levert, of een bandje, of wat dan ook. Dat kun je veel makkelijker neerzetten en de mensen kijken de zaal in en zingen ook de zaal in. Dus dat is de overweging om hier ruimte te creëren. Volgende. Dus we zijn maar begonnen met een lege kerkzaal. Nou, hier zie je hoe mooi die kerkzaal eigenlijk is. Zwart, wit, hout, ingetogen, mooie lichtinval. Een hele fijne ruimte om te zijn. We hebben een plattegrond gemaakt. Ook op basis van experimenten gezegd. Nou, eigenlijk die de laatste opstelling, of de eerste opstelling vorig jaar, bestond uit drie blokken. We zouden eigenlijk terug moeten naar twee blokken, waardoor je middendoor binnenkomt. Dat is met rouw- en trouwdiensten ook mooi, en met de gewone diensten ook. Krijg je twee blokken aan stoelen. Voorin, ja, wij zeggen, kijk, we hebben camera's. We willen wel de zaak goed in beeld brengen. Dus we plaatsen de kinderen wat hoger op het podium. En dus vandaar ook een iets uitbreiding van het liturgisch centrum. En dat zou, kijk, dat ziet er nu natuurlijk niet uit. Het is nu met pallets en wat platen gemaakt om gewoon te kijken van hoe doet dat, hoe voelt dat. Nou, u merkt al, ik kan nu wat verder naar voren staan. Een voorganger zou dat ook kunnen doen als hij dat wil. Gesprek met de kinderen, ruimte voor een koor of een band. Kortom, wij zien daar voordelen. De piano staat, ja, in onze optiek nog een klein beetje ongelukkig laag. Dus zou eigenlijk ook iets omhoog kunnen. Ook voor het beeld thuis. En misschien ook voor de mensen. Maar goed, dat zijn overwegingen om te maken. Techniekpost zou achter in de kerk komen. Nu is dat een hele grote opstelling. Dat moet compacter kunnen. En dat kan ook. Dus dat is een beetje over hoe wij, nou, schermen links en rechts. Of alleen links. Of alleen rechts. Het zijn allemaal nog overwegingen waarin we kunnen besluiten. Ja, dus dit is die kerkzaal. Nou, het liturgisch centrum wordt al wat aangekleed. Volgende, dan komen de stoelen erbij. Dan zie je, nou, dan hebben we nog niks, dan hebben we toch steeds de lichtbalken. Mag ik de volgende?
Bij deze hebben we die lichtbalken weggehaald, als het ware. En dan krijg je natuurlijk een andere sfeer. En met verlichting, en we hebben daar nu wat demo-verlichting hangen, zou je een andere sfeer kunnen creëren. Mag ik nog eentje? Kijk, scherm hebben we daar nu rechts getekend. Hè? Dus een fors scherm rechts voorin. Maar niet meer helemaal pontificaal voor het orgel. Maar wel dusdanig groot dat het goed leesbaar is. Eigenlijk voor de hele kerkzaal, ook voor de mensen die daar zitten. En ja, wij vonden het leek ons erg leuk om daarboven in die nok, hè, dat is toch een groot zwart gat, om daar iets met glas in lood of een print te maken met verlichting erachter, wat een bepaald effect geeft. Maar goed. Kijk, hier zit een groot gat. We hebben daar het gedenkbord. Misschien hoort dat daar en moet dat daar blijven. Maar het zou daar ook kunnen, bij wijze van spreken. Is een idee. Volgende. Ja, kijk, en om het af te maken, in de middenverlichting. We hebben een prachtige balkenplafond. Mooi hout. Met dit soort ringen kun je eigenlijk ook nog de verlichting naar boven laten schijnen. En betrek je dat ook nog bij de ruimte. En die ringen die geven ook een heel mooi effect in de zaal zelf. En zorgen voor verlichting in het middengedeelte. Dus dat is over verlichting. Je ziet daar een piano staan. We hebben altijd twee piano's. Wij als commissie vonden dat eigenlijk niks. Het moet toch gewoon met één piano in een kerkzaal moet toch voldoende zijn. Nou, gelukkig staat hij nu daar. Maar ja, goed, misschien ooit, als we hem nog een beetje doorsparen, komt er een mooie elektrische vleugel. Zoiets. Is goed te betalen. Kun je goed regelen qua geluid. Allemaal voordelen. Oké, dus dat is even over zoals wij dat voor ons zien. Het ideaal plaatje tussen aanstekers. Hier zie je wat van die verlichting hangen. Kijk, we hebben op dit moment twee. We hadden ook nog een derde leverancier, maar ja, die kwam toch niet opdagen. Die liet het afweten, ja, dan houdt het even op. Die had meer spotjes die over de balken zetten. En hier zie je twee varianten. Eén is wel heel verfijnd, zeg maar, met lichtbalken die heel veel licht geven. Dus als je hem openzet, dan is het wel een beetje te veel. Maar goed, dat kun je dimmen, dat kun je allemaal regelen op afstand. En hier hebben we een cilinderachtige lamp hangen van hout. Je kunt hem tussen de balken hangen, je kunt hem wat hoger hangen, dat kun je nog allemaal bepalen. Maar even voor de indruk, en we zijn ook benieuwd wat jullie daarvan vinden, wat je mooier vindt, wat passender vindt. Dat horen we graag. Er worden straks wel vragen over gesteld. Ik moet nog wel wat doen. Mag ik de volgende? Ja, hier zie je ze wat even ingezoomd. Dus als je ze straks wat beter wil bekijken, dan kan dat. De balken waren oorspronkelijk wit, die hebben we even met een tapeje, die zouden zwart worden, afgeplakt. Ja? Ja, dan, die preekstoel, dat is natuurlijk een gevoelig ding, dat snappen we ook wel, om die weg te halen. Dus we willen daar ook wel de mening van de mensen over horen. Achterin is de technische apparatuur, staat daar. En daar zou ook de bedienpost moeten komen. Kijk, we gaan met beeld en geluid werken. Dat betekent dat er minstens twee mensen eigenlijk bij een dienst aanwezig moeten zijn om het te bedienen. Eén voor het geluid, één voor het beeld. Nou, we proberen dat zo makkelijk mogelijk te maken. Piet is mijn referentiepunt, zeg maar. Piet, mag ik wel zeggen, Piet toch? Hè? Als Piet het kan, dat is gewoon... kijk, Piet voldoet absoluut aan een aantal voorwaarden. Hij heeft interesse, hij wil dat weten, hij wil weten hoe dat werkt. Hij vindt het denk ik ook nog wel leuk. Dus dat zijn wel een paar voorwaarden. Maar het lukt hem om die uitzending gewoon te begeleiden. En natuurlijk zit er dan wel eens een keertje een misschakeling bij. Nou ja, we zijn niet de NOB, dat moet iedereen maar begrijpen. We proberen het zo goed mogelijk te doen en het gaat wel eens een keertje mis. En eigenlijk de bloopers zijn toch altijd het leukste. Toch eigenlijk ook, Nou, mag ik even het volgende plaatje? Want wat wij dachten is, van ja, als we nou toch die preekstoel overhouden, dan kan die prima functioneren als een soort bedienpost. Hij is precies voor twee werkplekken. Dan staat hij toch weer in de kerkzaal. We moeten hem ietsjes aanpassen aan de achterkant, dat je niet met je stoeltje ernaast rolt. Maar verder zou die perfect zijn. Je zit wat hoger, je kijkt wat meer over de mensen heen. Het is toch wat afgeschermd. De beeldschermen zijn uit beeld. Goed, dachten wij. We zijn benieuwd wat jullie daarvan vinden. Volgende.
Ja, dus ik wil graag dat jullie wat meedenken eigenlijk in dit verhaal. En ik ben blij dat jullie hier zijn. Mensen thuis, 20 seconden vertraging, die kunnen ook meekijken of meedenken. En ik ga zo uitleggen hoe dat moet. Nog een keer de PowerPoint terug, Piet. Dan kan ik nog even aangeven waar jullie over mee mogen denken. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat ik dat omgedraaid had. Wat komt er dan als volgende sheet? Ja, dus de dilemma's die we hebben, tussen aanhalingstekens, waar jullie stemkastjes mag je straks pakken, je stemkastjes erbij. En dan mag je er iets van vinden. Overigens, die poll, om het zo maar te zeggen, die peiling die staat nog open. Dus je kunt vanmiddag ook nog op uw gemak even die peiling opnieuw invullen. Of, dat kan. Dus podium vergroten is een vraagstuk. Gaan we dat wel of gaan we dat niet doen? Op een nette manier natuurlijk, hè? Met dezelfde look en feel zoals het nu is. Preekstoel. Moet die terugkomen? Mag die weg? Beeldschermen, 75 inch of groter, dat was 75 inch wat we vanochtend hebben laten zien. Of beamer of flexibel. Hij staat nu op wieltjes, je kunt hem er makkelijk bij rijden. De verlichting heb ik het over gehad, de bedienpost en nog iets over budget. Ja, Jan die begon daar al over, dat is heel fijn, mag je even wel laten zien hoor. Want kijk, we hebben nog wel wat geld nodig om alles te realiseren. Voor beeld, geluid is wel geld beschikbaar, daar gaan we het wel mee redden. Maar voor verlichting is best wel een forse investering. Dus we gaan toch een beroep doen op de mensen. En als je de volgende sheet laat zien, Piet, we hebben onvoldoende budget om alle ideeën te realiseren die we hebben, alle wensen. Dus, Jan had ook al een berekeningetje gemaakt. Ik zei van, nou, als er 500 pastorale eenheden zijn, als die geven allemaal €50, dan komen we een heel eind. Of 250, de helft van de pastorale eenheden zou €100 geven, dan zijn we ook blij. Maar u weet hoe het is, hè, in de kerk. 80% van de gaven wordt door 20% van de mensen gegeven. Dus die mensen die gewend zijn om wat meer te geven, vragen we eigenlijk of wat diepere zakken hebben om wat meer te geven. Bijvoorbeeld, €250, dat klinkt als veel geld, maar bekijk het nou eens over een periode van 10 jaar. Dan is het €25 per jaar, dan is dat per dienst een paar kwartjes. Nou ja, als u daar dan toch geweldig de komende 10 jaar goed beeld voor mensen, bij mensen thuis kan brengen in de kerkzaal, nou ja, dan valt dat toch eigenlijk reuze mee. Kijk, het is ook een beetje zonde, vinden wij. We hebben nu wat spots al neergehangen. Als het niet goed in beeld gebracht wordt, dat is gewoon jammer. Dan heb je veel geld uitgegeven. Dus die verlichting vinden wij echt wel een belangrijk punt. Wat komt er bij de volgende sheet aan, Piet? Ja. Heeft u ideeën? Wilt u een bijdrage leveren? Stuur dan een bericht naar de BGV of maak het gewoon over. Dan moet je even teruggaan, 2, 3 sheets terug. Nee? Andere kant op het pijltje. Ja. Kijk, hier staat een uitleg hoe u die, nog eentje. En dan nog eentje. Ja, en nog eentje. Ja. Hier staat, als u uw telefoon nou pakt, hoop ik dat u die bij u heeft. En u gaat naar socrative.com. Gewoon op uw internetbrowsertje. Iedereen zit te kijken. Ja, ik had geen rekening gehouden dat ik een telefoon mee moest nemen. Honey, hè? Nee, dat onthoud je ook niet. Nou, het staat op het YouTube-filmpje. We zenden het nu uit. Dus je kunt het zomaar terugzien. Ja. Dus je logt in. Je moet als student inloggen. Het is een beetje een, hoe zeg je dat? Een schoolsysteem. Maar ja, dat werkt wel prima. Kijkt u maar eens even. Dan kunt u de vragen bekijken die daarop staan.